Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ben klaar, ik ga Sarah zo naar school brengen. Sarah die ligt hier achter mij. Die heeft net de oordruppels nog gehad. En die moet even liggen, zodat ze niet gelijk uitlopen. En over een paar minuten gaan we naar school, dus dan mag ze weer opstaan. En daarna ga ik even boodschappen doen, gezellig met Masha. Maar ik weet niet of ik mijn camera meeneem, denk ik niet. Sarah die is weer uit school. En we zitten even met een tentje op de bank. Oh, mijn hoofd valt er half af. We zijn ook net naar de dokter geweest voor een controle voor de oorontsteking. Ja. Nou, heeft ze geen pijn meer nu. Maar de oor was nog niet helemaal goed, dus we moeten doordruppelen. Dus als we de thee zo op hebben, gaan we weer even druppeltjes doen. En dan hopen we dat dat snel weer helemaal goed is. En ik moet ook nog verder herstellen. Dus we doen nu gewoon even lekker samen rustig op bank hangen en even bijkomen. En gaan we het even gezellig maken, hè? En we gaan Sarah de oordruppeltjes doen. Dat vindt ze heel eng. Even handje weg, Mop. Maar dat is het al. En dat moeten we 3 keer per dag doen. En dat zijn we al een week nu aan het doen. En we moeten waarschijnlijk nog een week. Dus we zijn op de helft nu. En dan moet ze even blijven liggen dat ze goed in de oortje blijven. Wil je wat peertje pakken? Ja. Goedemiddag. Ik heb vanochtend niet meer gevlogd. Ik heb echt even heel erg mijn rust gepakt. Sarah die is net thuis en die gaat over een paar minuutjes weer weg, want die gaat bij de vriendin spelen, die wordt zo opgehaald. Dus het is voor jou hallo en doei. En je bent een standbeeld, geloof ik. Kijk of dat ook zo is als jullie je kietelt. Kiek, kiek. Oeh, wat hou je dat goed vol. Nou, dan hebben we dit plekje. En het is nog even voor bedtijd. We zijn even naar buiten gegaan, want het is een supermaan. En we hebben een beetje pech. Ik zal het laten zien. Kijk of ik hem scherp krijg. Ik krijg hem niet eens scherp. Er zitten dus wolken voor. Dus het lijkt of hij niet scherp stelt. Maar scherper zien wij hem ook niet. Dus dat is echt heel jammer. We kunnen wel zien dat hij heel groot is. Heel fel is. Maar er zit gewoon enorm veel wolk voor. Ik zie hem wel in de camera. Oh, ik denk ik heb wel licht, maar ik heb helemaal geen licht. Ik sta nu buiten, want ik had Sarah beloofd om nog even te gaan kijken. En nu zie je de maan dus wel heel goed. En op het scherm is het heel donker, maar er komt echt super veel licht van de maan af. Hij is echt mega fel. Zo zie je het ook wel op het scherm. Hij is echt mega fel. Ik vind hem op het scherm eigenlijk toffer uitkomen, omdat je heel erg die straling ziet. Goedemiddag, het is woensdagmiddag. Sarah is al uit school. En wij zijn nu heel erg aan het haasten. Want we dachten dat we niet naar ballet zouden gaan. Want ik kan niet zo goed auto rijden nu. Maar mijn moeder belt net onverwachts. En het is vandaag kijkles. Dus die gaat mee en die rijdt. Dus we moeten over 5 minuten nu klaar zijn. Terwijl we net gingen eten. En dat is voor mij wel te doen. Voor Sarah iets moeilijker. En dan moeten we naar buiten. En dan worden we zo opgehaald. En als het goed is kan ik vandaag ook wat filmen. Dus dat is wel leuk. Ik weet eigenlijk niet. Vinden jullie het altijd leuk om mee te kijken? Let me know. Voor, hoog, zij. Op, relevé. En wat was relevé ook alweer? Op je tenen staan. Op je tenen staan. En rondje. En rondje. Maar kom op. Hou vast. We gaan even kijken wie dat heel goed vast. Hou vast. Ja, heel goed vasthouden. Goed zo. En naar beneden. En dan sluit je voeten weer dicht. Naar de eerste positie. En dan weer plié. En strek. Plié. Schuif je hem aan. Derde positie. Armen op. Houd vast. Op. Jullie houden warm ons vast. Zo. Samen op. En weer. Eerste positie. Plié. Plié. Voeten eerst. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Gisteren de dag niet gevlogd. Ik was met mijn pijnstillers gestopt en daarvan voelde ik me niet echt heel erg lekker. Dus ik heb gisteren eigenlijk elk moment dat ik kon geslapen en dus even geen zin gehad om te vloggen. Sarah is nu snel aan het eten. We hebben wel schoolvakantie, dus dat is heel fijn.
Zo even snel naar de dokter. Controle voor Sarah de oortje. Kijken of ze met de druppels mag stoppen. Of het allemaal goed is. En anders toch nog even door. Dus we gaan hopen dat het dat je mag stoppen, hè? Is dat, dat nu? Zo, we komen net van de dokter. En ik hoef niet meer te droppelen. Nee, de buitenkant van de oorontsteking is nu zover goed dat we niet druppelen. We moeten nog wel even doorgaan met sprayen, omdat de oorontsteking aan de binnenkant toch nog wel druk geeft op de oortje. Dus Sarah mag ook vandaag nog steeds niet naar zwemles. Volgende week dan weer wel, mits we de week hebben gedruppeld. Maar wel goed nieuws, één kant is dus goed. En we gaan nu heel snel even naar het centrum, want we hadden nog een Intertoys-bon. En die moet op, want over 2 dagen is het laatste, dan is Intertoys failliet. Dus dan hebben we er niks meer aan. Oh, en wel heel leuk. Sarah zegt altijd dat ze later dokter wil worden. En die mag en altijd als... Ik mocht in mijn oren kijken. Ja, je hebt ook in mijn oren gekeken. Je mocht mijn hart luisteren. Ze mag altijd oefenen. En nu heeft ze de stageplek voor de kooschappen dus al geregeld. Over 19 jaar, als ze kooschappen mag doen, mag ze bij de huisarts. De kooschappen, nee, ze zal er maar op tijd bij zijn. Mama, dat wil ik niet, hè, mama. Oh, maar je hebt in ieder geval een plek. Ja, ik weet dat jij in het ziekenhuis, want jij wil kinderarts worden. Maar bij een huisarts heb je natuurlijk ook veel kindertjes komen. Maar je hebt in ieder geval al een plek voor je kooschappen als het moet. Dus dat is wel echt superleuk. Maar ik wil gewoon zo graag dokter zijn nu. Ja, maar dan moet je nog even iets meer naar school, mop. Je zit pas in groep 2. Dan moet je nog heel wat jaartjes naar school. Nog 19 jaar. Wow, ja echt hè. 18 als je misschien heel erg je best doet, dan kan je wat sneller zijn. Gek hè, hoe lang dat nog klinkt. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik voel me vandaag wel iets beter. Nog niet helemaal top, maar ik heb zoiets van we gaan er wel weer komen. Sarah en ik zijn vanochtend gewoon lekker ook heel veel samen bezig geweest. Ook in huis heb ik echt goede hulp aan gehad. En het is echt zo verschrikkelijk gezellig om dat samen te doen. Zitten helemaal te kletsen en het is gewoon heel erg leuk. Nu zijn we ons aan het klaarmaken. We gaan mijn moeder Marcus daar aan het helpen met een boom weghalen. En dan gaan we daar zo met z'n allen gezellig even lunchen. En dan weer naar huis, want vanavond hebben we weer een feestje. Zo, weer onderweg na gezellig te hebben geluncht en even lekker luid te hebben gedaan voortaan. En oom ging ons met mama helpen heel even ergens mee. En toen die wegging, toen zei ik zo... En toen rende die snel weg, want er wou een customer zien. Nee! Hij is te stoer om te zeggen dat hij gewoon kusjes leuk vindt. Ik vind jou echt grappig. Houd je het van vandaag? Van vanavond deze leuke tas. Rode schoentjes van mijn moeder. Deze rode jurk. Het wordt mij ook. Rode laarsjes. En zoals jullie nu goed zien. Ik heb een sterretjes ondergoed aan. Dus dat is mijn outfit van vandaag. En even de outfits van vanavond. Deze hele mooie top van Magé. Die hebben jullie ook in de shoplog kunnen zien. Deze high waist pantalon met streek van de Mango. En ik heb mijn guest sneakers aan. Ik kan namelijk heel weinig aan nu, want ik loop niet zo goed. En hier kan ik lopen. En het leuke tasje, die hebben jullie ook in de bag collection gezien. Die heb ik van Sarah natuurlijk gekregen. En die vond ik wel heel schattig bij deze outfit. We zijn onderweg naar die verjaardag. En het was net echt zo verschrikkelijk leuk moment. Sarah en ik waren ons aan het omkleden. Komt Sarah naar me toe. Mama, mag ik jouw scrunchie van mij lenen? Want die staat beter bij mijn outfit. En het is zo grappig, want dit is echt de eerste keer dat Sarah vraagt of ze iets van mij mag lenen. Ik vind het helemaal geweldig. Jullie zien me alleen niet. Ja, je ziet jou heel voorzichtig op de achtergrond. Maar ik vond dit dus zo ultiem schattig. En dit ga ik later waarschijnlijk nog veel vaker... De rode scrunchie. Ja, de rode scrunchie. Ik ga dit later waarschijnlijk veel vaker krijgen. Maar dit was de primeur en ik vind dit zo, zo verschrikkelijk leuk. En zo schattig. Hè? Kinderen na 5 zijn weer schattig.
Goedemorgen, het is zondagochtend. Ik heb hier een klein plakseltje aan me vandaag. Dat is wel heel gezellig. We hebben gisteren echt wel een hele leuke avond gehad. Deze kleine dame ging helemaal los, elke kans die ze kreeg. Voor mij was het wel een klein beetje frustrerend. Ik hou er gewoon van op een feestje. Als de muziek is dat ik gezellig mee kan dansen. Dat ging nu helaas niet. En er zijn allemaal mensen die 60 plus en zelfs 80 plus zijn die dus wel kunnen dansen. Dus dat vond ik wel een beetje frustrerend. Het was een familiefeest overigens, dus alle leeftijden waren er ook wel jongere mensen. Maar verder wel heel gezellig gehad. Ook gewoon heel gezellig zitten kletsen. En het kan natuurlijk ook leuk zijn zonder dansen, gelukkig. En nu zijn we een beetje in huis aan het rommelen. Ik heb natuurlijk best wel even niet heel veel kunnen doen. En dan heb ik wel een man die het heel lief probeert. Maar op de een of andere manier is het toch anders dan als je het zelf doet. En ik hou niet echt heel erg van rommel. Dus ik ga even kijken wat ik er voor vandaag voor kan maken. En ik heb natuurlijk ook nog mijn deadline staan die ik mezelf heb gegeven van 21 maart. Dus ik ga eens kijken of ik nog iets voor elkaar krijg vandaag. Maar goed, gewoon even mijn lichaam aanvoelen en dan komt het vanzelf goed. En jullie zullen het vandaag verder zien. Super schattig, ik heb dus van alles opgeruimd. Komt Sarah met papa thuis, hebben ze bloemetjes allemaal meegenomen. Dus de neusdruppel staan op tafel, want die moet ze doen. Super leuk. En deze vind ik altijd echt heel erg lekker ruiken in huis. Dus dat is echt top. Deze bloemetjes gezellig hier gezet. Al vind ik het kastje nog niet helemaal leuk staan nu. Moet ik nog even kijken. Deze staan voor nu hier. Ben ik ook nog niet helemaal over uit waar ze moeten staan. En deze staan geslagen op tafel. We liggen dus nog even op de bank voor we gaan koken. En we gingen dus met z'n drieën wat kijken. Dus dat is een slaapkop. Ja, wij hebben zo'n lol hier om de hele tijd. Slaapkoppie, echt zo grappig. Slaapkoppie. Ja. Dus, maar goed, we hebben de grote lol samen, dus het komt helemaal goed. Als iedereen naar bed is, dan kijk ik natuurlijk vaak nog even wat tv in mijn eentje. En ik ga nu deze heerlijke show kijken. Half Nederland kijkt het, geloof ik. Dus jullie moeten dit kennen. En ik ben wel benieuwd, wie van jullie kijken dit ook en wat vind je van deze serie? En ik weet niet of jullie het horen, maar ik ging naar buiten, want ik hoorde allemaal sirenes en een helikopter die staat hier echt achter. Ik hoor het echt heel hard. Ik weet niet of jullie dat horen, maar het is hier echt vlakbij. En omdat je er allemaal mensen kent, ben ik dan altijd wel heel benieuwd wat er aan de hand is. Omdat ik ook al die ambulances hoorde rijden en die helikopter. Echt, je ziet het ook in de lucht. Kijk of ik het kan filmen. Je ziet heel die licht in de lucht, maar ik weet niet of de camera dat oppikt. Er wordt ook allemaal geschreeuw en mensen hier achter. Het is echt mega vlakbij. Ja. Ik ga er ook niet iemand voor uit bed halen nu. Zomaar weg. Echt bizar. Ik ga wel eens boven kijken of ik het zie. Er is daar van alles aan de hand. Ja, je kan het echt zo niet goed zien. Er lopen allemaal mensen te rennen op straat en uit weer politie. Ik ben echt benieuwd wat er aan de hand is. Omdat het dan zo vlakbij is. Of het erg is. Niet ook per se een ramptoerist wil zijn, maar meer dat ik heel erg benieuwd ben of er wel iets met hem bekend is. Ik heb voor nu niet meer kunnen achterhalen wat alle commotie was. Ik ga morgen online wel even kijken. Meestal is er dan wel iets meer bekend. Het was hier echt heel vlakbij. Dus dan ben ik wel nieuwsgierig en hopen dat het niet ernstig is. Maar het is zondagavond en ik heb natuurlijk van deze vlog al een weekvlog gemaakt. Omdat het me deze keer even beter leek. Leuk dat je gekeken hebt. Abonneer je onder als je dat nog niet gedaan hebt. En geef natuurlijk even een duimpje omhoog. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! Sarah die schoot net niet echt op met de tafeldekken. En wel vaak als het iets langzaam duurt. En dan zeg ik tegen Sarah, het duurt te lang. Maar dan krijg ik dus dit.